zojuist een contract getekend met Kwik. Volgens mij een hele bekende in de Achterhoek, want de roots lagen van Kwik lagen ook in de Achterhoek. In Hengelo, Gelderland om heel precies te zijn. Ja, we zijn heel blij. We hebben voor 4 jaar een overeenkomst aangegaan met elkaar. En het mooie ervan is dat we weer een beetje in ons jubileumjaar teruggaan naar de roots. Dus weer met Kwik gaan spelen. En wat het allermooiste nog is, dat we samen met Kwik het shirt laten bepalen door de supporters. Dus dat zal de komende periode zijn vorm gaan krijgen. Ja, wij zijn heel erg blij dat we voor 4 jaar de jeugd, de belofte, alles in Kwik-kleding gaat spelen. Jan Willem van Kwik, het merk komt weer terug bij de Graafschap. Ja, zoals het nu staat, en dat staat goed, is het zo dat wij per volgend seizoen het merk Kwik terugbrengen hier in dit prachtige stadion. Dat klopt. In het verleden heeft de Graafschap ook met Kwik gespeeld. Wat is de reden van Kwik om weer in zee te gaan met de Graafschap? Ja, dat is eigenlijk een hele makkelijke vraag, of althans dat is een heel makkelijk antwoord. Hoe mooi is het als je een merk met een historie, als van het merk Kwik, wat hier op hemelsbreed, ik meen 7, 8 kilometer begonnen is in Hengelo, terug kan brengen hier in dit stadion. Kun jij iets meer vertellen hoe je dat wil gaan doen met die supporters? Komt er iets op de site? Kunnen mensen zelf een ontwerp indienen? Nou, de afspraak is die we vanmiddag ook of gisteravond bij de aanhangersraad voorzichtig gemaakt hebben. Eigenlijk zullen we een tweetal shirts, zal Kwik voor ons gaan ontwerpen. 2 thuisshirts, 2 uitshirts. En dan zal dan met name, zoals ook met het jubileumshirt gegaan is, zullen we gewoon de supporters laten stemmen welk shirt gaat worden. En in dat shirt zullen wij in ieder geval volgend seizoen gaan spelen. Het is een wat roerige periode waar de Graafschap zich in begeeft. Hoe blij moet je dan zijn als club dat je een nieuwe kledingsponsor vindt? Ja, kijk, iedereen wist dat het contract met Nike liep af. Nou, daar waren we heel erg tevreden over. Het is natuurlijk een mooi merk. Er was een soort driehoeksverhouding met een groothandelspartij erbij die ook de merchandise voor ons deed. Nou, en dan melden zich heel veel partijen. Je gaat heel veel partijen benaderen. En dan kies je toch voor de beste partij waar je het beste gevoel bij heeft, maar waar het ook financieel, vooral voor de Graafschap in deze periode, heel aantrekkelijk is. Ja, en toen zijn we bij Kwik uiteindelijk met de beste deal naar voren gekomen. En ja, daar zijn we wel heel erg blij mee. En ik denk ook dat het positief is voor de Graafschap. We een merk hebben wat ook een beetje nostalgie vertegenwoordigt. Welke clubs doen jullie nog meer in betaalde voetbal? Wij zijn 1,5 jaar geleden begonnen met teamkleding. Hè, datgene wat wij hier gaan brengen ook. En zijn direct gestart met Cambuur. Nou, we weten inmiddels dat het ze geen windeieren heeft gelegd. En direct in het eerste jaar dat ze met Kwik speelden kampioen werden van de Jupiler League. Zou daar kausaal verband bij zijn? Ik denk het wel.